Goedemorgen, dit is Gendro en ik ben net terug van de kinderen naar school brengen. En op deze ijskoude dag, mijn handen zijn bevroren, mijn kaken zijn stijf, herkenbaar. Maar het is toch een prachtige dag, gewoon puur omdat de zon schijnt, blauwe lucht. En het moment dat ik op de fiets zit en je fiets en het is koud en dan opeens komt de zon en die schijnt dan over je gezicht. Dat is het moment dat je even heerlijk kan genieten. Ik dan. Ik geniet er enorm van. Ik ben ook weer heel erg blij dat ik weer nu thuis ben. En dat ik weer in de warmte kom. En hoe gezegend is dat? Hey, en ik weet niet hoe jullie weekend was, maar mijn weekend was top. Ik heb gisteren een prachtig concert gehad met de jonge Saya in Alphen aan de Rijn. Mooie mensen en goede tijd gehad in Veenendaal. Met mijn vrienden daar. En daarna gingen we nog wat eten. En dan, weet je, dan spreek je elkaar. En wat mooie vindt, dat er gewoon mooie gesprekken plaatsvonden en dat we positief waren en dat we positief over elkaar spraken. En dat deed me iets, want toen dacht ik van ja, dat is waarvoor we gemaakt zijn volgens mij, om positief over elkaar te spreken. Misschien ben je vandaag met het verkeerde been naar bed gestapt, of misschien voel je niet zo lekker of whatever, heb je nog een kater en vind je dat gewoon lastig om nu met mensen aan de slag te gaan. En ben je geneigd om heel negatief misschien te uiten? Weet je, ik las een stukje, je houding bepaalt je acties. Weet je, hoe sta je erin vandaag? Ga je er positief in of probeer je het? Weet je, dat is wat je uiteindelijk ook gaat doen. En andere dingen waar ik aan moest denken waren, van wat zeggen we, hoe zeggen we het? Zeggen we dingen liefdevol of zijn we kortaf en chagrijnig? Volgens mij gaat niemand dat helpen. Gaat jou het zelf niet helpen, word je er zelf niet blij van. Ik in ieder geval word er nooit blij van. Dus ik moet er soms voor kiezen om positief mijn houding aan te nemen en daardoor ook positieve acties uit voort te laten komen. En zo staat er ook een stukje in de spreuken, een stukje in de Bijbel heet dat. En er staat iets in over de tong en hierin staat, zij spreekt woorden van wijsheid en leert ons liefdevolle lessen. En dat vond ik zo prachtig, want dat is volgens mij wat we moeten doen. Gewoon, als we iets zeggen, laat het dan gewoon wijs zijn. Misschien niet veel, maar gewoon een paar wijze woorden. En als we mensen moeten corrigeren of als we mensen eventjes op weg moeten helpen, dat het dan liefdevolle lessen mogen zijn. En zo wil ik jullie deze dag in laten sturen, en including mijself. En dat we hier alert mogen zijn. En ik denk echt dat het ons gaat helpen. En niet alleen ons, maar ook onze omgeving. Zo, ik zou zeggen, geniet van deze mooie dag. Glij niet uit. Stay safe. En keep the faith. En ik weet zeker, jongens, dit wordt weer een mooie dag. Hey, lieve mensen, ik ga verder. En tot later. Doei!